Ik heb de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van contractmanagement en requirements management. Door veel service level agreements op te stellen voor verschillende klanten. En daarnaast ook steeds meer gespecialiseerd in projectmanagement. Waarbij ik vanaf het schrijven van het PVE betrokken ben geweest als projectleider. Tot aan daadwerkelijk installeren van de nieuwe assets, als mede de inbeheername. Ik heb de meeste ervaring opgedaan in de luchtvaartsector. Daar heb ik voor twee grote luchthavens verschillende opdrachten gedaan. Vooral op het gebied van contractmanagement, service level agreements opstellen. Een aantal projecten gedraaid binnen de bagageafhandeling, als ook binnen het security proces. Waar ik verschillende security installaties heb gerealiseerd. Daarnaast heb ik vrij recent de functie Security Asset Beheer opgezet voor een van de luchthavens. Die functie bestond nog niet. Er waren wel heel veel security installaties die de luchthaven moest beheren. Daar zijn dan plannen voor gemaakt en hebben we die ook tot uitvoering gebracht. Het leukste aan mijn werk vind ik de diversiteit aan opdrachten. Ondanks dat ik veel in de luchtvaartsector bezig ben, werk ik toch iedere keer voor verschillende opdrachtgevers of voor dezelfde opdrachtgever binnen verschillende opdrachten. Wat het werk gewoon heel erg divers maakt. De ene keer ben ik met bagageafhandeling bezig, de andere keer met security en steeds eigenlijk met een ander deel van het proces, waardoor ik iedere dag iets nieuws leer. Dat maakt het voor mij uitdagend en blijft het interessant.